Hallo, welkom bij de podcast van Solo Stories. Mijn naam is Benno Hoogveld en ik ben artistiek leider en regisseur van de voorstelling Emma wil leven. Vandaag praat Dook met Olivier. Olivier is vanaf zijn 17e tot en met zijn 20e behandeld aan de ziekte anorexia en is al 6 jaar genezen verklaard. Wat woon je op een enorm goede plek? Ja, dat is heel. Ja. Nou, zeg, je mag alles vragen, sowieso. Ik zal proberen niet weer te maken over dingen. Oké. Om gelijk maar in de diepe te springen. Ja. Ik dacht van... Ja. Weet jij nog het eerste moment dat er iets veranderde bij jou qua gedrag of qua eetgewoontes? Ik moet eerlijk zeggen dat ik me dat niet zo kan herinneren. Omdat het meestal gewoon gebeurde in een zomer. Dat ik me heel erg kan herinneren dat ik heel erg ben afgevallen. Maar het was niet echt een turning point. Dat ik dacht van, oh, dit is het moment dat ik muziek voel. Nee, ook omdat het zo geleidelijk gaat. Maar als je omgeving vraagt, wanneer merkte u of jij, wanneer je kind de ziekte ontwikkelt... Dan zeggen heel veel mensen ook, ja, dat was niet één moment. Daar zitten heel veel stappen in. En dat geldt voor mezelf eigenlijk ook. Dus dat is ook een beetje een naar woord om te zeggen eigenlijk... in het kader van Emma. Maar het is een sluipmoordenaar. Het gaat heel geleidelijk en zonder dat je dat doorhebt. En dat geldt eigenlijk ook voor mezelf vanuit de ziekte. Dus je dacht, het was niet zo bewust van... oh nee, ik laat dit weg of zo. Maar opeens was het er gewoon echt... Was het er voor jou echt dat je bijspreekt op de een of andere dag? Nee, want het is... Nee, eigenlijk niet. Want het is een enorme ontkenning. Dus ook, ja, zelfs toen ik in het ziekenhuis lag... had ik niet zoiets van... oh, ik ben echt... Ik heb een eetstoornis. Ik wist altijd dat er iets mis was natuurlijk. Maar het is niet... Je zit echt in een... Ik zat echt in een fase van ontkenning. Dus er is ook geen moment dat je tegen jezelf zegt... oh, ik heb echt een eetstoornis. Of ik heb anorexia nervosa. Of ik heb een probleem. Of, dus ik denk dat wel... Daar zit geen turning point in. Ja, en hoe was dan het moment dat je opeens dit dan zo... op je bord kreeg, zo van... Ja, heel verdrietig, heel pijnlijk. Maar het lastige is dat... of lastige misschien wel een van de hele kleine benefits van de ziekte... is als je zo... je gaat die ziekte, maak je door... je bent dan zo vermagerd dat je ook... zo vlak wordt qua emotie. Dus dat ding je ook niet zoveel meer doen. Dus wat ik me ervan kan herinneren... is dat het me niet... Het kwam wel binnen en ik kon het ook wel... kon het ook wel door me laten doordringen. Maar... ik was gewoon zo vlak qua emotie... dat ik er eigenlijk heel weinig bij voelde. Dus echt het voelen van emoties... dat kwam ook weer bij het aankomen van eten. Tenminste aankomen qua gewicht door te eten. Dus ik denk dat... Ja, mijn emoties waren heel vlak op dat moment. Ja. Ben je dan gelijk opgenomen of hoe is dat gegaan? Nee, ik was eigenlijk daarvoor opgenomen. Dus het proces begint... Eigenlijk precies het verhaal wat je ook bij Emma ziet... is je hebt natuurlijk een omgeving die zich zorgen maakt... Die gaat zeggen, moeten we die naar een dokter? Dan ga je naar een huisarts. Nou, die herkent de ziekte niet. Zeker toen niet. Daar komt het bij dat ik ook een jongen was... waar de ziekte veel minder bij voorkomt dan bij meisjes. Dus die herkende dat helemaal niet. Ondanks het feit dat je wel bij een dokter zit. Dus dat is eigenlijk de eerste stap. Nou, vervolgens wordt je ziekte alleen maar erger. Je vermagert nog meer. Want het is in die zin... vind ik anorexia typisch een ziekte die progressief is. Of een verslaving, zoals je ook vaak wordt genoemd. Je kan hem alleen volhouden als je... Als je er steeds meer van gaat doen, net als alcohol... je blijft alcoholist door alleen maar steeds meer te gaan drinken. Dus nadat we naar die huisarts waren geweest... werd het ook steeds erger. Tot op een punt dat ik er zelf gewoon zo... ja, niet meer kon functioneren. Dat ik zelf hulp ben gaan zoeken. Dus voor mijn gevoel heb ik een soort van opbouw van de ziekte gehad. Dan een opname. Eerst een opname in het ziekenhuis dichtbij waar ik woonde. Maar toen dat niet meer houdbaar was... ben ik toen overgeplaatst naar het AMC. En daar denk ik zo'n 6 weken verbleven. En in die 6 weken is alles gericht op fysiek herstel... maar voor mijn gevoel niet op mentaal herstel. En dat heeft niks met ziekenhuis te maken of met de mensen. Maar je bent gewoon nog zo bezig met... het proberen aan te komen of het proberen te herstellen... of het proberen niet aan te komen of van alles... dat je nog niet aan de herstel toekomt. En vervolgens pas daarna ga je een heel lang traject in van herstel... langdurig fysiek herstel, dus op je gewicht komen en het normaal kunnen eten. En voor mijn gevoel zit daar, zelfs als je op gewicht bent... en het redelijk normaal kunt eten... zit er nog een laatste stap in die het allerbelangrijkste is. En dat is echt genezen van de ziekte. En dat doe je alleen door de onderliggende oorzaak van de ziekte... te identificeren en daar iets mee te doen. En dat is een heel lang traject. Ja, was bij jou heel gelijk al duidelijk... wat die oorzaak was? Ja, nou, wat bij mij de primaire oorzaak was, was gewoon onzekerheid. Over mezelf en over... Ik denk puur onzekerheid. Ja. En daar niet mee om kunnen... Daar niet op een normale manier mee om kunnen gaan. En met normaal bedoel ik dat je niet in staat bent om de alledaagse gevoelens van onzekerheid, van negatieve emoties die ook bij het leeuw horen, om daarmee om te gaan. En ondanks dat wij dat heel veel dingen toen goed gingen. Als in, ik had een leuke vriendengroep, ik had toen de tijd ook een relatie. Het ging goed op school. Heel veel leuke dingen daarnaast. Dus het was ook, voor de buitenwereld was het ook heel erg moeilijk om te beseffen dat ik gewoon niet gelukkig was. En daar ook niet zo goed mee weg in wist. Ja. Dus zodoende denk ik dat het een beetje. En hoe is het dan? Want mensen denken heel vaak, oh, het is echt een vrouwenziekte. Ja. En hoe is het dan om als man ineens dat dan te hebben? Goeie vraag. Maar ik ben er nooit heel erg mee bezig geweest. Ik denk ook des te meer omdat ik denk te weten waar de ziekte door komt. Misschien denk ik de ziekte te begrijpen, wat daar onder ligt. En ik denk dat dat niet per se te maken heeft met vrouw en man, maar wel met het feit dat vrouwen daar gevoeliger voor zijn dan mannen. Ik denk dat vrouwen wel per nature onzekerder zijn dan mannen, of daar meer last van hebben. Ik denk, toevallig heeft Anne-Marie daar ook een keer, geloof ik, een artikel aan gerepareerd. De manier waarop hormonen zich ontwikkelen in de puberteit is bij vrouwen veel meer op en neer dan bij mannen. Dus ik zou wel kunnen verklaren waarom het meer aan vrouwenziekte is dan mannen. Los van, maar ik denk, ik geloof niet in die hypothese, maar het is puur mezelf hoor. Dat het te maken heeft met uiterlijk, of het feit dat vrouwen meer geven om een uiterlijk, of vrouwen dunner moeten zijn. Ik geloof daar zelf niet in. Ik geloof wel dat er triggers in zitten. Namelijk bijvoorbeeld in de topsportwereld of in de modellenwereld. Maar ik geloof niet dat dat een oorzaak is van een eetstoornis. Dat denk ik absoluut niet. Een eetstoornis heeft in die zin ook niks te maken met eten. Ik denk dat dat de grootste misvatting is over een eetstoornis. Het heeft echt niks te maken met eten. Het is het enige wat het te maken heeft met eten is dat het daar zich in manifesteert. Maar daar houdt het ook echt op, denk ik. Daarom denk ik ook dat soms, als je een behandeltraject hebt, dat mensen zeggen, ik ben weer op gewicht en denken dat iemand nog gezond is. Of mensen denken zelf dat ze gezond zijn. Of behandelaars denken dat ze gezond zijn. Maar dat is totaal niet zo. Je kan prima normaal eten en op gezond gewicht zijn en nog steeds niet gezond zijn. Ja. Want je was bij de première van Emma wil leven. Ja. De voorstelling. Hoe was dat voor jou? Bijzonder. Raar ook ergens. Ook omdat ik natuurlijk mensen herkende. Tenminste Anne-Marie, maar ook toevallig. De arts die jou ook behandeld heeft, Anne-Marie van Bellegem. Ja, maar ook nog een andere arts, ik ben haar naam eens vergeten. Die ook mij een paar keer heeft behandeld. Ik vond het bijzonder om de ouders van Emma te zien. Die ik ook wat van gezicht, of tenminste van vroeger kende. Ik kende haar zus. Dus je stond ook best wel dichtbij Emma überhaupt? Nou, ik kende haar ouders wel redelijk. En haar zusjes, haar zus en haar zusje. De naam haar zus. Ja, ik was bij haar pak op hetzelfde feestje geweest. Ja, ik ken ze niet goed hoor, absoluut niet. Maar het was wel raar om daar, om dat te zien en om daar... en met name de voorstelling zelf, omdat het heel herkenbaar is. Dus ook heel confronterend. Ik moet heel erg bekennen dat ik de afgelopen jaren heel weinig met de ziekte ben bezig geweest. Wat juist heel erg fijn is. En dat kwam juist wel heel erg terug, omdat ik heel confronterend was. Kan jij uitleggen wat voor jou de ziekte inhoudt? Of als je het zou moeten uitleggen aan mensen? Ik denk dat de ziekte een tweede persoonlijkheid is die je allemaal valse beloftes doet over wat je naar geluk gaat brengen. En ik denk dat genezing is het realiseren dat die tweede stem niet gelijk heeft. En ook 100% in staat zijn om de echte stem, namelijk de normale en het moeilijke pad richting geluk, wel te gaan behandelen. En ik denk dat dat een beetje de ziekte is. En ik denk dat de ziekte een uitvloeisel is van het feit dat je niet gelukkig bent. En dat er bepaalde barrières liggen in jezelf. De manier waarop je inderdaad onzeker bent. De manier waarop je altijd maar meer eist. En dat genoeg je niet gelukkig maakt. Dat de ziekte is. En was het ook letterlijk echt een soort andere stem? Het is niet een stem die... Het heeft voor mij geen andere stem dan mijn eigen stem. Maar het is wel een tweede. Het is wel iemand die... Het is wel iets dat tegen je... Het is wel iets dat gedachten vormt. Ja, herken je het als de andere stem letterlijk? Of? Ja. Tijdens de voorstelling weet ik precies... Dat is... Ja, stem 2. Absoluut. Ja, dat is heel herkenbaar. En dan maak ik zo deze streep, want die stem wordt steeds krachtiger. En ook, die stem die zegt ook, je moet dit, je mag alleen dit, je moet zo. Het is enorm vermoeiend. Het is enorm pijnlijk, omdat je niet het gevoel hebt dat je eigenlijk echt controle hebt. Dus die tweede stem belooft je controle door middel van eten. Maar dat is natuurlijk ook heel, heel beperkt. Mm-hmm. Want het enige wat je controle hebt is over eten. Dus dat maakt het heel lastig, Want wat weet jij nog bijvoorbeeld ook aan het moment nog dat je dacht van... dit is nu moet die tweede stem weg? Ja, heel vaak. Ja, heel of vaak gebeurt dat vaker en ga je dan weer terug? Heel vaak gewild dat hij wel wegging. En dat ik denk, hoe kun je dit uitzetten? Zit er hier een aan- of uitknop aan? En wat moet ik doen om die stem weg te krijgen? En dat is zo lastig. Want daarbij moet je zo naar je gevoel luisteren en kijken en onderzoeken. En waar komt die onzekerheid dan vandaan? En wat ga ik daar dan aan doen? En dat is zo lastig. Daar ben je ook zoveel tijd mee kwijt. Dat is ook een heel soort van lastig... Ja, het is een lastige balans. Aan de ene kant moet je eetstoornis loslaten, wat je heel veel zekerheid geeft. En aan de andere kant ga je ook steeds meer... krijg je er geen zekerheid direct voor terug. Want je moet eerst graven in je gevoel waar het nou vandaan komt en daar aan werken. Dus je zit eigenlijk een hele tijd zonder eetstoornis die je zekerheid geeft, maar ook zonder de zekerheid, omdat je nog niet uit het proces bent om echt klaar te zijn met jezelf. Dus dat is het, ook het proces, denk ik, dat zo kwetsbaar is. En de reden is waarom heel veel mensen terugvallen. Ja. Dat maakt dus heel, heel lastig qua herstel, denk ik. En herken je dan soms die stem nu nog wel eens? Nee. Of is die echt volledig gewoon... Nee, die is wel echt, ja. Ben je misschien bang dat die ooit terugkomt? Nee, daar ben ik niet bang voor. Nee, er is toevallig één ding wat ik dus... Er is één ding wat ik heb overgehouden met mijn ziekte. En dat is dat ik weeg mezelf niet. En dat is een beetje de afspraak die ik met mezelf heb. Als ik dat zal ik niet doen. Puur uit zelfbescherming. Dus dat is de enige restant, denk ik, aan mijn ziekte. Ja. Dus dat ik dingen met gewicht en getal... Ik denk dat dat onverstandig is. En mezelf misschien zou kunnen triggeren tot iets wat ik niet zou willen. Er staat hier ook bijvoorbeeld in huis geen weegschaal. Dus, hij is er wel voor mijn vriendin. Maar hij staat hier niet open. En, nee. Misschien gewoon, ik was laatst voor werk in het buitenland. En toen in een hotel en ik checkte in dat hotel. En ik doe mijn kamer open en ik ging even naar de badkamer. En wat staat er in die badkamer? Stond in één keer een weegschaal. Oh. Ja, dat eigenlijk wel. Maar goed, natuurlijk gewoon niet op gaan staan en gewoon genegeerd. En ook niet in een kast gezet. Maar dat zijn wel even momenten dat je denkt, wow. Is het iets wat je makkelijk vertelt aan mensen die je nog niet goed kent? Nee, ik denk dat er is niemand die dat weet. Nee, er zijn geen mensen die dat in principe weten van mij. Die ik ken na mijn herstel. Nee, er zijn niemand die dat... En schaam je daar ook voor? Nee, ik schaam me er niet voor. Ook omdat ik ergens ook trots ben, niet op de ziekte, maar wel op de overwinning van de ziekte. Maar ik weet wel dat er heel veel onbegrip is over de ziekte. En dat daaruit de schaamte zit. Als mensen, denk ik, de ziekte niet altijd begrijpen. Hè? En daarmee mij ook in een hokje plaatsen die, denk ik, dat incorrect is. Ja. En een hokje waar ik niet graag in geplaatst zou willen worden. Dus ik denk meer vanuit dat oogpunt. Maar niet per se vanuit schaamte aan zich. Nee. En herken je het bij andere mensen? Of... Ik denk wel dat ik het aan mensen zou kunnen. Ik denk wel dat ik... Kijk, ik bedoel... Ik denk als er 100 mensen aan tafel zouden zitten en ze zouden... En er zijn er 5 anorexia hebben. Ik denk dat ik ze wel uit zou kunnen pikken. Ja? Ja, dat denk ik wel. Ja, heel erg is dat, hè? Ja, ik weet niet. Misschien is dat ook arrogantie, hoor. Dat ik denk dat ik dat zou kunnen, maar dat denk ik wel. Ja, dat is een bepaalde... Zeker als mensen een bord voor hun neus hebben. Ja, er zit iets... Ja. De mensen kijken op een bepaalde manier. Ik zelf ook, hoor, die muziek had. Ja, dan zie je gewoon, er zit gewoon... Dat denk ik wel, ja. Maar alsof er een soort van levende spin op hun bord ligt of zo, zoiets. Ja, je gewoon niet over uit hun ogen kijken en daarmee omgaan... En dat denk ik wel, ja. En spreek jij nog, heb je nog contact met... Nee, met mijn psycholoog of met patiënten? Nee, met andere mensen waar jij toen mee zat. Met de artsen dus? Nee, met gewoon patiënten bijvoorbeeld. Nee, ik heb altijd op de AMC altijd alleen gelegen en nooit groepstherapie gedaan. En waarom eigenlijk niet? Want tenminste wat ik... Ik was er heel erg tegen. Eigenlijk, heel erg tegen. Ik was heel sterk overtuigd van het feit dat dat me niet ging helpen. Ook omdat anorexia juist ook heel erg gelinkt is aan het vergelijken met anderen. Op een hele negatieve manier. Dus ik had niet het gevoel dat dat mij een positieve manier zou helpen. En denk je dat dat ook andere mensen zou eventueel kunnen helpen? Ik denk dat andere mensen alleen heel... Ik geloof... Nee. Maar opnieuw, ik ben echt geen arts-psycholoog. Dus ik spreek puur vanuit mijn eigen stelligheid. Maar ik geloof niet... Ik geloof niet. Ik geloof ook niet in die... Dat het helpt om met z'n allen in zo'n kliniek te zitten... met z'n 5 van die meiden vaak. Nee, ik denk niet dat dat helpt. Nee, ik denk dat je veel meer... Het is een individueel traject. Jij met je familie erbij en je vrienden, mee eens. Ik denk dat het heel erg helpt om met mensen te spreken die genezen zijn. Maar je zet nooit 2 mensen met een eetstoornis in dezelfde ruimte. Ik denk dat dat gaat echt niemand helpen. Dat ze elkaar gaan motiveren om aan te komen, dat is echt gewoon bullshit. Dat is gewoon niet waar, dat is nieuw de ziekte werkt. Nee, als daar ooit nog bewijs voor komt dat dat zo is, het zou mij enorm verbazen. Maar who knows? Weet je? Maar verbaast het jou dan dat het alsnog dat het zo gedaan enorm, wordt? Ja, enorm. Echt enorm. Ja, ik verbaas me er zo erg over. Misschien is het kostenefficiënt, I don't know. Maar nee, kijk, ik snap wel dat als je iemand in een kliniek zit, dat er 24 uur toezicht is, dat dat helpt misschien. Maar met z'n allen, nee, je gaat dan niet met z'n vijf aan tafel zitten. Ik vind dat echt belachelijk. Nee, ik snap dat echt niet. Ik ben ook heel benieuwd wat artsen daarvan vinden. Waarom zij denken dat dat helpt. Ik heb het eigenlijk ook nooit gevraagd. Maar het grappige is, ik was er dus zo stellig over. En ze hebben ook nooit gepusht om mij in zo'n groep te krijgen. Dus misschien vinden ze zelf, hebben ze ook wel vraagtekens mee. Maar nee, ik heb geen idee om wat zoveel gebeurt. Het is geen normale omgeving om beter in te worden. Als in beter word je door mentaal beter te worden. En daar hoort ook een normale setting bij. En een normale setting is niet in een soort van kliniek wonen. Dat is niet normaal, dat doet niemand. Dus dat, ik denk je... Ik geloof heel erg in, je moet zo snel mogelijk eten en op gewicht. En daarna zo snel mogelijk alleen maar focussen op mentaal herstel. En weg van wat eten blijven. Tenminste, weg van het focussen op eetgedrag en dat soort dingen. Ik denk dat maar tenminste, dat heeft voor mij heel erg gewerkt. Hoe ga je de afgelopen jaren ermee om? Ik probeer wel weg te blijven van een te grote rol met eten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik vind het zelf superleuk om te koken bijvoorbeeld. Dat doe ik ook heel graag. Maar er moet er niet een te... Ja, ik probeer er wel van weg te blijven. Ik geloof niet... Je moet wel een normale relatie met eten behouden. Maar ik vind wel enige afstand... Maar heb jij dan nu een normale afstand tot eten? Of is dat... Ja. Tenminste, ja. Ja, zeker. Ik voel me niet... Hoe zeg ik er wel goed uit? Ik denk dat er wel bepaalde dingen zijn die je kunnen triggeren. Dus ik denk dat... Ik zou dan zelf niet zo snel een foodblog gaan beginnen. Nee. Nog maar eens iets te noemen. Snap je? Dat soort dingen. Ja. Dat is misschien een goede... Maar het is niet zo dat je dan denkt... Oh god, komt de kerst weer aan? Of de... Nee. Of dat eet ik toch maar liever niet. Als ik die gedachte heb... Ik dan wel met meer... Dat ik naar veel familie toe moet. Maar dat is niet meer echt eten. Maar het is niet dat je nog denkt van... Ik kan me ook voorstellen dat je natuurlijk al weet... oh ja, die appel is zoveel calorieën, dit is zoveel. Heb je dat ook helemaal losgelaten? Of, hoe... Nou, nee, want dat weet je nog. Ik weet nog steeds wat er in appels zit. Dus dat is kennis die je nooit kwijtraakt. Helaas. Dus ik weet dat wel, maar ik doe daar niks mee. Ik tel niet mijn calorieën op een dag, nee. En sport je ook? Ja. En doe je dat ook soort van gecontroleerd dan? Nee. Ik sport zeker, maar niet gerelateerd aan het eten. Nee. Ja. Dus ik zal nooit gaan hardlopen omdat ik veel gegeten heb. Maar ik vind het wel lekker om hard te lopen. Ik vind het ook lekker op het hokje. Dus dat doe ik ook alle twee. En in de zomer om te fietsen. Dus dat doe ik ook al met heel veel plezier. Wat zou eventueel mensen die er nu nog last van hebben... wat zou volgens jou denk ik hun helpen? Nou, wat de brede groep aan anorexia-patiënten zou helpen... denk ik is meer onderzoek over hoe zou je anorexia kunnen genezen. En dan niet vanuit de eetapproach, maar wel veel meer van... waar wordt die onzekerheid door gedreven... en hoe kunnen we daar een gerichte therapie op aanbieden. Dus ik denk dat dat heel erg zou helpen. Ik denk dat er heel veel onduidelijkheid is over wat je traject is. Je wordt ziek. En er zijn een paar lullige boeken geschreven... over hoe je dat... een leuk schriftje waar je dan uit kan werken. En er zijn er 6 zinnen over geschreven in de DSM voor psychologen. En that's it. En er is voor mijn gevoel, maar ik ben geen arts en ook geen psycholoog... maar er is geen guidance. Niemand gaat met je aan tafel zitten en zeggen... en zo gaan we het doen en dit gaat jou waarschijnlijk op deze manier... kunnen wij zeggen dat dit gaat helpen. Als je ziek bent en ik ga naar een arts... of ik heb iets en ik krijg een medicijntje bij de apotheker... en je leest de bijst uit en dan staat er 1% kans... op dat die misselijk wordt, 2% dit... maar een grote kans dat het je hoofdpijn gaat helpen. En ik snap dat anorexia en geestelijke ziekte dat anders ligt... Maar er is zoveel onduidelijk als patiënt. Je hebt geen idee hoe lang je traject eruit gaat zien. En dat is niemands schuld. Maar ik denk dat daar meer het behandeltraject na fysiek herstel... dat daar echt nog een slag te winnen is. En dat heel fijn is, ook voor patiënten. Wat mij persoonlijk zelf geholpen heeft... is dat er echt gezocht is naar waarom ben je nou zo onzeker? In welke patronen zit dat? Hoe kan je die patronen doorbreken? Hoe kan je zekerder voelen... Met welke gedachten heeft dat te maken? Met welke gevoelens hebben dat te maken? Hoe kan je gevoel meer toelaten? Dat klinkt als zulke basale dingen, maar dat is eigenlijk zo moeilijk. Tenminste, ik vond dat zo moeilijk. Dus dat heeft voor mij heel erg geholpen. Maar ik denk dat het ook gewoon een lucky shot is. Ja, je moet maar ook net de juiste behandelaar hebben die bij jou juist naar boven haalt. Maar als je dat niet hebt, dan blijf je heel lang in de ziekte zitten. Ja. Wat je dus ook bij toch een substantieel aantal patiënten ziet. Mochten er mensen luisteren met een eetstoornis, ik wil ik ze heel veel sterkte toe. Het is heel veel succes en dat er altijd een weg is om te herstellen. En dat ik heel erg hoop dat er meer bekend wordt over het behandeltraject. Maar dat ik heel erg meeleef met alle mensen die aan de ziekte lijden. En met de mensen in mijn omgeving voel je dat ook heel zwaar is. Want ik weet dat dat niet, dat die mensen, dat dat heel pijnlijk is en heel verdrietig. En ik denk dat dat ik heel erg met die groep heel erg meeleef. Dankjewel Olivier en dankjewel Dook voor het goede gesprek. Inmiddels weet je wat je doen moet, hè? Ga naar onze Facebookpagina, ga naar Instagram. Luister vooral ook naar de andere afleveringen van deze podcast. En op die manier blijf je op de hoogte van alle activiteiten van Solo Stories. En op onze website vind je de speellijst www.solostories.nl. Tot de volgende keer. Ciao.